beste elektrische fietsmerken. In deze korte video werpen we een blik op de beste e-bike merken. Voordat we beginnen wil ik je nog het volgende zeggen. Mocht je interesse hebben in een elektrische fiets van één van deze merken, klik dan op het linkje in de beschrijving onder deze video voor de laagste prijs. Zo weet je zeker dat je een goede aankoop doet. Laten we snel beginnen. 10. Villette. Villette is een merk dat bekend staat om hun relatief goedkope e-bikes. Maar ondanks het lagere prijssegment doet het niet veel onder voor de top. Voor een bedrag van rond de 1000 euro koop je een betrouwbare en duurzame e-bike van het merk. Naast de kwaliteit valt ook het design op. De fietsen zijn mooi en strak vormgegeven. Er is ook oog voor detail in de afwerking. Ook niet geheel onbelangrijk natuurlijk. Het oog wilt immers ook wat. 9. Stella. Een ander jong binnenlands merk is het Nederlandse merk Stella. Dit e-bike merk begon haar werkzaamheden in 2011. Het merk richt zich op hoge kwaliteit. Het schaart zich namelijk onder de merken elektrische fietsen met een Bosch motor in het frame. Daarnaast monteert het bedrijf ook voorwielmotoren van het eigen merk. Elektrische fietsen worden door de consumentenorganisaties doorlopend getest. Nu Stella keer op keer als beste uit de test komt, ligt het voor de hand dat Stella claimt het beste merk elektrische fiets te zijn. 8. Amslot. Dit Nederlandse merk uit Meppel bestaat pas sinds 2015, maar gaat voortvarend te werk. Er wordt door Amslot alleen maar elektrische fietsen geproduceerd. Het e-bike merk produceert de fietsen zelf en levert ze rechtstreeks vanaf haar fabriek aan de consument. Dit houdt de prijzen laag, omdat hierdoor de tussenhandel wordt uitgeschakeld. Voor de trapondersteuning werkt Amslot samen met het Chinese Bafang. 7. Batavus. Batavus is een veelgezien Nederlands merk. Batavus timmert inmiddels hard aan de weg als elektrische fietsenmerk. De modellen lopen uiteen en op het moment van schrijven voert Batavus 18 elektrische fietsen voor heren en 21 elektrische fietsen voor dames in haar assortiment. De categorie waarin ze passen loopt van allround via lifestyle, recreatie en schoolfiets tot aan transportfiets. Net als bij veel andere elektrische fietsmerken speelt Bosch ook bij Batavus de hoofdrol waar het om de middenmotor gaat. De modellering van de elektrische Batavus fietsen is mooi en modern. Je kunt ook een elektrische bakfiets bij Batavus bestellen. 6. Koga. De roots van dit merk lopen terug naar Batavus. Koga maakt fietsen in alle soorten, zowel zonder als met trapondersteuning en altijd naar een prachtig design. Ook Koga is één van de merken elektrische fietsen met een Bosch motor in het frame. Het gaat hierbij dan steeds om een middenmotor die krachtig en stabiel zijn werk doet. Het aantal modellen is beperkt, maar je kunt zelf kiezen hoe sterk de accu is die je op je e-bike meeneemt. De kracht ervan kan bij Koga oplopen tot 1125 watt. 5. Cortina. Het merk bestaat pas sinds 2008, maar wist in korte tijd een vijfde deel van het Nederlandse fietsenmarkt in handen te krijgen. Met de modellering richt het merk zich op een jong publiek. De modellen zijn vooral bedoeld voor in het stedelijk verkeer. De stabiele middenmotor is bij Cortina de norm, hoewel het merk ook nog enkele e-bikes met een voorwielmotor in assortiment heeft. De middenmotor die wordt ingebouwd is meestal van het Chinese merk Bafang. Daarnaast is Cortina een van de merken elektrische fietsen met een Bosch motor in het frame. Deze is van het type Active Line en wordt toegepast in de klassieke transportfietsmodellen. 4. Giant. Een e-bike merk dat dan direct in het oog springt is het Taiwanese merk Giant. Naast e-bikes in een groot aantal variëteiten kun je bij Giant ook nog steeds fietsen zonder trapondersteuning aanschaffen. Als e-bike merk rust Giant haar fietsen onder andere uit met motoren van Yamaha. De batterijkeuze is ruim en loopt van 325 watt tot 625 watt. Daarnaast zijn de e-bikes met velgremmen of met schijfremmen uitgerust. De prijzen zijn aantrekkelijk en de modellen mooi gestileerd. 3. Sparta. Een ander Nederlands merk dat op hoog niveau opereert. Bij Sparta tref je e-bikes aan in drie verschillende series. De onderverdeling bestaat uit allround e-bikes, city e-bikes en woon-werk e-bikes. De allround modellen dragen hun accu vaak onder de bagagedrager, terwijl deze bij de city e-bikes meestal in de stang is geïntegreerd. Schaf je een topmodel woon-werk e-bike aan van dit elektrische fietsenmerk, dan kies je voor een hoogwaardig vormgegeven e-bike die op snelheden rijdt waarbij een helm verplicht is. 2. Gazelle. Naast het aanbod van fietsen zonder trapondersteuning ontwikkelt Gazelle zich steeds meer tot een elektrische fietsmerk. De fietsen zijn stevig geconstrueerd en bovendien erg trendy van uiterlijk. Gazelle monteert bij het overgrote deel van haar modellen de motor in het midden van de fiets. Zo'n middenmotor zit bij de pedalen en is van het Duitse merk Bosch of het Japanse merk Shimano. Slechts bij twee modellen werd de motor in het voorwiel gemonteerd. Deze is van het Chinese merk Bafang. 1. Cube. Cube is een hoogwaardig Duits merk dat in 1993 van start ging. Toen nog vooral met racefietsen en mountainbikes, maar tegenwoordig met verschillende modellijnen van kwalitatief zeer hoogwaardige e-bikes. Zo vind je in het overzicht van Cube elektrische mountainbikes, city en tour fietsen, speed pedelecs en cargo fietsen. Bovendien biedt het e-bike merk ook elektrische fietsen aan voor je kind. Cube hoort bovendien bij de merken elektrische fietsen met een Bosch motor. Bosch zorgt bij Cube namelijk standaard voor de aandrijflijn. Dit was de top 10 met de beste elektrische fietsmerken. Ik hoop dat deze informatie je heeft geholpen met jouw zoektocht. Lijkt een elektrische fiets van één van deze merken je wel wat? Klik dan op het linkje in de beschrijving onder deze video voor de laagste prijs. Zo weet je zeker dat je een goede aankoop doet. Laat een like achter op deze video en abonneer op ons kanaal als je dit leuk vindt. Bedankt voor je tijd en ik zie je graag in de volgende video.